De tooldokter maakt zijn eigen stofafzuiging zodat hij zijn atelier steeds proper kan houden. Langs de vloer heb je een centraal punt waar je het stof naartoe kan vegen om op te zuigen, gecombineerd met een centraal buizensysteem met flexibele stofzuigerslang. Als eerste komt het centraal verzamelpunt aan bod. Dat is gewoon een box met luikje waar je zaagstof en dergelijke met de bezem naartoe kan vegen. Het MDF is al op maat. Nog enkel de onderdelen monteren. Het is handig om telkens de helft van de diktekanten van het MDF over te zetten. Dan zal je niet missen bij het voorboren van de schroefgaten. Voorboren is uiteraard nodig opdat het MDF niet gaat splijten tijdens het schroeven. Schroeven in combinatie met een lijm, hier een montagekit in plaats van de gebruikelijke houtlijm, vormt altijd een stevigere verbinding. En dan nog enkel de box in elkaar schroeven. De afmetingen en constructie is volledig op maat, maar ter inspiratie van deze klus kan je wel terecht op onze site voor een bouwplan. Door het schroeven zit wat overtollige kit langs de naden. Het is nog niet volledig uitgegard, dus verwijder het nu meteen. Het voordeel van de kit is dat het de naden goed afdicht, zodat het latere stof niet langs mogelijke kieren kan verdwijnen. Vooraan moet het frontpaneel kunnen scharnieren. In de schroefgaten van de scharnieren priem je even voor en dan zet je alles vast met enkele schroeven. Het buizencomplex stuur je aan met afsluitkleppen, zodat je de keuze kan maken om enkel met het centraal verzamelpunt of de stofzuigerslang te werken. Die kleppen zijn gemaakt uit multiplex en uiteraard op maat van de diameter van de PVC-buizen. Om de buis in de klep te doen passen, boor je in het midden de buisdiameter uit. Teken dus eerst het midden af door de diagonale te verbinden. Werk de gaten uit met een pot- of scharnierboor. Leg er wel iets onder, opdat je niet in je werkbank zit te boren. Herhaal voor het tweede paneel. Om de afsluitklep in te passen, bevestig nog enkele stukjes multiplex als verhoging. Houtlijm en enkele nagels zonder kop volstaan. De klep zal met enige spatie kunnen passeren. Nu nog het tweede paneel fixeren. De afsluitklep zelf krijgt nog een verhoging mee, anders zou hij uit het omhulsel kunnen vallen. De klep spant nog wat, maar dat passen we straks nog aan met wat licht schuurwerk. In de klep zelf boren we nog een gat uit, dezelfde diameter als daarnet. Nu kan je de klep openzetten of sluiten. Je ziet dat het nog wat spant, dus dat los je op door wat te schuren. Ondertussen werk je zo ook de versplinterde randen weg. Het systeem werkt al veel vlotter nu.
zijn een aantal kleppen nodig, dus maak ze in serie aan. Elke afsluitklep krijgt centraal een stuk buis om later te kunnen aansluiten op het buizensysteem. Kort een aantal stukjes op maat af. Schuur de ruwe randen weg, dat zal de montage straks ten goede komen. De montagekit komt ook nu van pas. Breng wat aan op het uiteinde van de buis en bevestig in de afsluitklep. Duw niet volledig door. De klep moet binnenin nog kunnen passeren. Strijk de rand met montagekit nog mooi glad. Doe hetzelfde langs de onderkant van de afsluitklep en maak er een aantal in serie af. Tijd om het buizencomplex te maken, alleen zorg je er nog voor dat er een mogelijkheid is om ze te bevestigen aan het plafond en de muren. Aan deze houten onderbouw kan je dan straks de beugels schroeven waar later de buizen in kunnen klikken. Tijd om het buizensysteem vorm te geven. Haal er een waterpas bij en teken af op de muur. Maar ook het punt waar ze moet aansluiten op de box onderaan. Dat punt kan je nu opnieuw uitboren met de potboor. Bepaal een hoogte waar je de eerste afsluitklep wilt plaatsen. Zo kan je het centraal verzamelpunt afsluiten als je alleen met de gewone stofzuigerslang wilt werken. Korte buis op maat af. Haal er een verfafstripper bij, zodat je de buis licht kan opwarmen. Het is niet de bedoeling dat je het materiaal doet smelten. De buis wil je gewoon flexibel maken, zodat de aan te sluiten buis van dezelfde diameter erin kan worden gedwongen. De eerste koppeling zit in elkaar. Nu nog een beugel aan de muur bevestigen om dit eerste punt te fixeren. Wat montagekit in combinatie met een muurplug zal meer dan genoeg steun bieden. De afsluitklep zit al een T-stuk, waarop je later de stofzuiger zelf dient aan te sluiten. Maar daarboven komt nu nog een tweede afsluitklep. De werking is opnieuw hetzelfde. De muurplaat bevestigen, zodat je er de beugel op kan fixeren. Als de beugel is meegedraaid, zet je ze wel nog mooi recht opnieuw. Monteer de volgende buis en meet af waar je de afsluitklep wil hebben.
zaag op maat af en verwarm de buis opnieuw voldoende om over de aansluitende buis te schuiven. Mocht je nog kieren zien, kan je met nog wat extra stralingswarmte beide diameters van de buizen beter op elkaar doen passen. De afsluitklep kan vervolgens ingepast worden op het T-stuk. Dat T-stuk zat nog maar voorlopig vast. Met wat montagekit binnenin aan te brengen, kan je dit verloopstuk definitief vast gaan zetten. De volgende stap is om de buizen met koppelstukken vast te maken aan het plafond. Voor het gemak hoef je nu geen buizen te verwarmen om in elkaar te doen passen. Neem er gewoon koppelstukken bij. Om de juiste hoek te maken zal je als koppelstuk de gepaste bochten bij je moeten hebben. Fixeren gebeurt met montagelijm voor sanitaire buizen. Breng dubbel aan, langs de binnenkant van de bocht en rondom de aansluitende buis. Zodra je de beugels aan de houten onderbouw hebt bevestigd, kan je dan telkens de PVC-buizen erin klikken. Zodra je boven je centrale werkplaats uitkomt, dien je nog een nieuw T-stuk te lijmen. Daarop sluit je later dan een flexibele stofzuigerslang aan om boven je werkbank stof op te kunnen nemen. Via het T-stuk kan je dan nog verder verlopen met buizen om later bijvoorbeeld aan te sluiten op een tafelzaagmachine in je atelier. Monteer alvast de buizen. Langs het T-stuk kan het geen kwaad om twee beugels te fixeren ter extra ondersteuning. Moet je extra bochten maken? Misschien heb je nog wel een oude stofzuigerslang liggen. Op die manier kan je heel vlug een moeilijke bocht overbruggen. Begin en uiteinde kan je een minimale inkeping meegeven met een kutter, maar dan zal je nog wat extra moeten verwarmen om te zorgen voor een betere aansluiting. Het laatste stuk buis kan erop. Met dit stuk kan je dan verlopen naar gereedschap in je atelier om op aan te sluiten. Om
af te werken komt de flexibele bocht er nog vlug op. Als allerlaatste taakje komt de flexibele buis erop. Laat ze uitkomen tot aan je werkbank. Ook op dit punt wil je een afsluitklep plaatsen. Snijd de buis dus nog even open. De afsluitklep duw je er vlot in langs beide openingen. Vergeet niet nog even bij te warmen, zodat het geheel zich goed afdicht. Aan deze kant van de muur komen nog twee houders waarin je het eindstuk van de stofafzuiging in kan klikken, zodat die netjes kan worden opgeborgen. Dan hangt de stofzuigerslang niet constant voor je werkbank als je hem niet nodig hebt. Deze houders dienen normaal om tuingereedschap op te bergen aan de muur, maar hier doen ze perfect dienst voor de stofzuigerslang. De klus zit erop. Zodra je een bouwstofzuiger aansluit op het systeem, kan je al het stof van je atelier op de grond vegen tot in de verzamelbox. En je hebt er een stofzuigerslang bij boven je werkplaats om steeds je werkbank stofvrij te houden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Tooldokter.